Mijn man was klant hier bij zedige man. En een keer kwam ze in het huis en zei het ze zo, zelig man, heeft me gevraagd of ik die machine kon bewaren voor hem. En ja, die Pruisen die klauwden alles bij de Joden. En zodoende zijn we en de broer en ik achter hem door de tuinen met de naaimachine geschraveld. Zelig man hebben een grote tuin. Twee buren en een grote en weer ook. En door de tuinen met de naaimachine en de broer en ik zo'n huis gebracht. Want dat mocht diegene zien op de straat. En ik hulp zelig man deks in de tuin met graven, planten. En die hadden een neunsje net daar. Die hadden een bankje door staan. En daar hebben we dan een tijdje, dan zat ik dan een uur weer met hem en me vertellen. En Herbert, de zoon van Zeligman, die koos Frans. En in de Tour de France was het zo dat de verslagen hier op de venster, de uitslagging, waren een Hollander, de bieden waren die van Jan Lambrechts, hadden de naam met een rode potlood geschreven. Doordat we zeggen, jongens, er is weer een Hollander bij de eerste tien. En zodoende, ja, en het ergste heb ik gevonden, wie ze hulde zijn komen weggehouden. Stingen we hier aan de ketel, ja, daar staat een keer, maar ja, dat stinkt daar niet, dat stinkt meer hierbaar. En stingen we met een groepje jongens en pakten ze zijn broek. God, dat kun je weer terug. En ik zie een heel enorme zwijntje. 25 augustus 1942. En 31 augustus wordt al vergaasd in Auschwitz. Hilde. En Herbert nooit. Hij had nog moeten werken in Duitsland voor de Pruisen, maar hij heeft het ook niet meer gered. Tja. En op een gegeven moment, en de meur geworden van, wat is op de straat? Zelige man is weg. Oh, plotseling verdwenen met zijn vrouw. Ja. Hij had er bij Momer gezeten over. Dat wist hem nog maar een paar nu. Tot er door zat, ik meen een dokter en nog een eventuele mens. Maar bij de bevrijding hebben we verdoor en komen ze bij Momers uit de bakkerij. Oh, dat moet ik gewoon niet zeggen. Een zelig man die zat de boven op in de zolder bij de bakker. En ze zei er tegen mij, na de bevrijding, wie ze terugkomen. Hij zei er. Ik heb die dek door de Bungerstraat zien oplopen. Maar ja, die lui hebben het leven geriskeerd. Die hadden nog een bakkerswinkel en een winkel. En dan komen de klanten op de winkel. En hij ja, heeft het geweerd. Zeligman is weg. Maar Zeligman zat bij haar in het huis. En die woord trekt nooit de wc af als lui in de winkel zijn. Want dan wordt dat wel verdacht. Maar ja, maar ik zeg niet nog eens het ergste wie Hilde vertrok. Godverdomme nog. Zie. Ja. Ik zing verdoor aan de ketel. Ik zie hem nog op een zwinkje. 25 augustus en 31 augustus worden vergaat in Auschwitz. Tjonge, jonge, jonge. Die hebben dus gedaan toen. Maar ja, waar moeten we hier aan? Zeggen ze. Maar ondertussen.